Hé, hey, hey, doe normaal, man. Doe normaal. Heb je demonen? Kom, kom. Kom, demon, kom. Hey, dat is niet goed, man. Nieuws. Hier staat liefde is voor iedereen. Het wordt vandaag één groot feest. Ja, klopt. Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag is de Pride Walk in Eindhoven. Dus wij mogen hem openen dit jaar. Dus dat is een hele grote eer. Wat krijgen we nou? Kan ik wel met jullie praten? Moet ik ook blaffen? Waf. Moet je zelf weten. Hebben jullie ook een baasje? Nee, wil jij die zijn voor ons? Nou, ik denk het niet. Dat is niks voor mij. Hoe reageren mensen hierop als jullie zo over het station lopen? Mensen die kijken heel verbaasd van, wat held is dat voor raar volk? Waar komen die vandaan? Zijn jullie ook wel een beetje raar volk, of niet? Het is maar wat je raar doet tegenwoordig, hè? Als je een balletje had, dan konden we er achteraan rennen. Go! Braaf. Af. Are you a good human? I'm a good human. Yeah, you did. I saw it. Thank you so much. God loves you, man. God wants to save everyone. God doesn't want that people gonna disappear into hell. Fire. Wij als mensen, we moeten alles maar accepteren van hen. Ik ben een christen, ik ben een volger van Jezus. Als wij over Jezus praten, worden wij tegengehouden door de politie. Wij mogen helemaal niets, we hebben helemaal geen rechten. Die mensen mogen half naakt over de straat lopen waar kinderen bij zijn. En het wordt geaccepteerd in deze society. Ik zeg nee, ik ben hier voor de Here en ik zal prediken, ik zal het woord prediken, dat de mensen de waarheid horen. Is dit een zonde? Het is zonde, ja. Het staat in het woord. We wonen natuurlijk wel in Nederland en dan mag je natuurlijk homo zijn, je mag hetero zijn. Volgens de mensen. Maar volgens het woord, volgens de Allerhoogste, nee. Waarom doen deze mensen het? Omdat ze niet geloven. Omdat ze de Heer niet kennen. Mogen ze dan geen feestje geven hier? Of van mij mogen ze een feestje geven, dat mogen ze doen. Maar het gaat erom, voor mij, dat ze niet elkaar moeten afvlekken. Want daar kinderen bij staan. Want kinderen worden erin meegetrokken. En je ziet het groeien en groeien. God heeft man en vrouw gemaakt. Simpel. Je hebt wel de juiste kleding aangetrokken vandaag. De regenboog is van de Heer. Dat is een belofte van de Heer. Ja. Hey, doe normaal, man. Doe normaal. Heb je demonen? Kom, demon, kom. Dat is niet goed, man. Repent today. Ja, applaus voor wat? Ben je nou trots? Is dit trots? Echt? Is dit trots? Wauw. Wat gebeurt hier allemaal? Wauw, je mag trots zijn. Ik weet het zelf ook niet. Je mag echt trots zijn. Ik zou me diep schamen. Heel diep. Dat is het probleem met mensen die niet herboren zijn. Meestal hebben demonen zitten en je kunt het zo zien. En ze kunnen het woord niet horen, ze kunnen niks horen. Waarom? Omdat ze meer liefde voor de duisternis hebben als voor het licht. Repent today, give the rainbow back to the Lord. It's a promise from the Lord. It's a promise from the Lord. It's a promise from the Lord. Can I ask you a essential question? Jezus wou toch dat iedereen ons eigen zou zijn, hè? Dat iedereen zichzelf kan zijn, hè? Ja. Maar wij hier zijn nu ons eigen. Wat is dan mis mee met op deze manier onszelf zijn? Nee, het probleem is dat mensen denken dat ze hun eigen zijn, maar ze zijn hun eigen niet helemaal niet. Als jij, geloof jij in God? Ik geloof tot een zekere intentie in God, ja. Het woord al gelezen van de Heer. Ik ben dyslexisch, dus ik kan niet lezen. Dus ik zou graag van u het woord willen horen. Van... Het is simpel. God zegt in het begin, ik heb de man en vrouw geschapen om samen... relatie ermee te hebben, om kinderen te maken en om zo verder te kunnen bouwen in de wereld. Okay. God zegt niet, ik heb een man gemaakt voor een man. God zegt niet, ik heb een vrouw gemaakt voor een vrouw. Het is ten eerste onnatuurlijk en het kan zijn dat er iets mis is. Kan met iedereen. Ik ben ook niet perfect. Helemaal niet, ver vandaan. Ja. Is er wat mis met hem dan? Dat weet ik niet, want ik ken hem niet persoonlijk. Ik sta nou wel Jezus te verkondigen, maar u heeft zelf wel een regenboog-t-shirt aan. Dus... Ja, heb jij geluisterd wat ik gezegd heb? De regenboog is van de Heer, niet van jullie, maar van de Heer. Thuis doet, geen probleem, dat moeten zelf weten. Maar op straat zijn ook andere mensen. Ik wil het niet zien.
Ik wil geen. Dan doe je toch. Als je het niet wil zien, dan doe je toch gewoon niet. Nee, wacht even. Dan moet je wegblijven. Als je het niet wil zien, wegblijven. Wacht even. Dat klopt, dat klopt. Even wachten. Jullie moeten jullie aanpassen. Nee, ik. Even wachten. U hebt gelijk. We zijn een ruzie op zoek, of wat? Nee. Het laatste ding wat ik wil zeggen. Het laatste ding. Als je het niet wil zien, doe dan je ogen dicht. Ja, zo is het. Ja, zo is het. Ja, zo is het. Niet hier gaan staan. En ik zal u iets vertellen, de heer, er komt een dag dat de heer jullie allemaal zal vernietigen. Daarom dat ik zo echt waar. Geef wel, ik ben een 60 100%. 100%. Oh, maar dat gaat de wenen, maat. Dat zei de na. Nou is grote mond. Maar als je Jezus gaat zien, gaat hij niet meer groot zijn. Hij gaat op een knieën vallen. Dat is gewoon een gek. Als hij dat niet wil zien en dat niet mee wil maken, dan moet je ingestaan, moet je weg zijn. Ik hoor dan dat God u gaat straffen binnenkort. Nog. Ja, weet je wat, meneer, als ik dood ben, hè. Al gooien ze me de knaal in, als stoken ze me op en gooien ze de grond in. Ik ben er weg, ga nergens niet in. Ik word dat as als je naar de oven gaat en je gaat in de grond, dan eten de piranoe op. Dus ik geloof dat. Heb je tot die tijd genoten? Ik geniet meer als hij. Ik geniet elke dag. Je hebt jarenlang een vriend gehad, maar jij bent overtuigd. Ja, dat is dus heel bijzonder. Vele mensen die hebben een leegte in hunzelf. En die, vaak in de wereld proberen wij die vaak op te vullen met dagelijkse bezigheden. Met externe factoren zoals alcohol, drugs misschien. Ik had heel bijvoorbeeld ook seks met mannen. Ik probeer die leegtes altijd maar te verdoven of in te vullen. We worden allemaal geboren met bepaalde affiniteiten. Met bepaalde gevoelens. Ik zeg dus eigenlijk, je moet niet gehoor geven aan die gevoelens. Nou, het bijzondere is, kijk, we hebben allemaal te maken met. We leven in een wereld, we hebben te maken met zonde. Hè, dus er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld moordgedachtes. Ja, dan maak je niet gelijk een moordenaar, maar je hebt wel die bepaalde gedachten, zeg maar. Dingen die niet goed zijn, gedachten die niet goed zijn, dat kennen we misschien allemaal. Maar homo zijn is toch niet iets waar je voor kiest? Dat ben je of dat ben je niet, toch? Ja, maar het bijzondere is, ook al heb jij van nature die gevoelens. En dat is dus het mooie wat Jezus zegt. Is dat niet goed dan? Ja, maar Jezus... Nee. Ja, begrijpen ze waarom ze dit doen? Ja, ze willen gewoon een zieltje winnen, dat is alles. Ik heb net dus een jongen gesproken en die was dus eerst homo en die is gered door God. Dat zijn zijn eigen woorden. Zijn probleem. Ik blijf er tussenin. Ik kan toch ook niet meer wat je ermee moet. Nee. Maar... Ga lekker feesten, jongen. Ik ga van de show genieten. Dat is alles wat ik doe. Wat vind jij van deze parade? Ja, ik vind het heel leuk, want sinds de Romeinse culturen waren al homo's. En ik kom zelf uit Irak en daar zijn ook veel homo's. En het is gewoon heel normaal. Ik ben ook een moslim en dus het maakt mij niks uit. Homo's zijn is toch verboden in de islam? Nee, in Irak heb je heel veel homo's. Ik ben zelf ook benaderd door homo's in Irak. U geniet er wel van? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Toch mooi om te zien. Bent u zelf ook homo? Nee, toevallig niet. U vindt het al mooi? Ik vind het wel mooi. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Yo, wil jij nou meer Po-nieuws? Vergeet ons dan niet te volgen op social media en abonneer ook even hieronder, want dan heb jij als eerste de nieuwste video's. Later.